We rijden dus zo'n kleine 30 kilometer koers hier rondom de Graafstrook in Bommelerwaard 2015. Veel plezier na. Je hebt al de uitslag van de premiesprint al meegenomen. We kijken rond en volgen rond en dan kan het nooit lang met u. Koekensprint, niet dat er net een spannenkoek zijn, maar een pannenkoekensprint. Daar gaan we nu voor bellen. Daar gaat het om. Teus van Dijk, winnaar van de Leidersprijs. Als hij normaal hebben aan de koers uitrijdt. Teus, het gaat goed jongen. De Herenboer uit Giezenburg. Dat is mooi hier voor de opening. Gaan we staan. Lekker, lekker. Dat is fantastisch hier. Sprintwinnaar van de Broek gaan we hier begroeten. Dat is Leon Hekman. Niel de Bruin uit Noordeloos. Gesleten? De Jacobus van der Hek. Val mij. Ja. Leon, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Hoe ging het? Ja, ging wel goed. We hebben niet echt heel hard gereden. Maar ik had zoiets van, volgens mij moet het wel lukken als ik ga sprinten. Dus ja, nou, is gelukt. Hebben jullie veel trainingsarbeid in zitten? Ik train wel veel, maar niet echt specifiek op die wedstrijd. Het is de tweede keer dat ik meedoe hier bij de B-klasse. En ik heb wel van de winter bij Mallorca 3 maanden gefietst bij Fred Rompelberg. En dus ik heb wel best wel veel getraind dit jaar. Okay. Dus ik ben wel in vorm. Heerlijk. En het is wel mooi om dan zoiets te doen. Is dit je eerste overwinning bij de regio recreant erbij? Dit is de tweede keer dat ik meedoe en deze keer dat ik win. Wat gaaf. Ja, dat is wel lachen. Hoe voelt het? Ja, want je kwam met een wijzend vingertje zo over de streep. Ja, wat tof. Ja, je moet er wat van maken. Hè? Ja, precies. Je moet wel een beetje vieren. Nee, ik vond het gaaf. Maar ga je nu ook hoger op fietsen of wat is jouw doel? Ik ben dit jaar een beetje aan het kijken of ik het leuk vind en dan misschien volgend jaar wat meer ermee gaan doen. Wat is je kracht? Ja, ik denk hard rijden en een beetje sprinten. Rammen? Ja, gewoon kracht. Geniet ervan. Dankjewel. Veel plezier. Yo. Bob Timmer, regio recreante B. Hoe ging het? Ja, op zich ging het wel goed, maar ik had te weinig lef om voorin te blijven, dus... Ik haak dat vrij snel af. Maar je weet het bij jezelf, lijkt het wel. Je zegt net ook al van ik had te weinig lef, ik durfde niet. Waarom zet je dat niet om? Sorry? Waarom zet je dat dan niet om? Angst in de bochten. Ja? Dat heb ik wel. Ja. Voor het eng parcours wat dat betreft? Nee, maar ik had me van tevoren dacht ik van het is een lastig parcours. En toen ik erop reed dacht ik van nou het is een prachtig parcours zelfs. Maar ja, toen was de angst al in de benen geslopen. Maar je zet wel goed aan, je durft wel aan te haken, dat wel. Ja. Maar de bochten in is even het probleempje. Ja, precies. En dan zijn de volmen zijn al weg en dan weer aanpikken, dat wordt dan weer erg lastig. Wat is je doel nu? Nog één wedstrijd. Een weekendje voor Rezen. En dan? Uitrusten. Geniet daarvan. Dank je. Oké. Okay. Carolus, doe je zonnebril even af. Dat doe ik. Dankjewel. Hoe ging het? Het was zwaar, maar ik kon toch weer bijkomen. Hoeveel ben je geworden? Ik denk 6 of 7. Netjes. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Wat ging er goed en wat ging er niet goed? Nou, door een aantal valpartijen raak ik wat achterop. En ik kon toch nog terugkomen met peloton. En uiteindelijk 6 of 7, een van mijn beste prestaties tot nu toe. Ooit? Wat is je doel verder nog? Mijn doel is... Ik vroeg net ook aan Bob. Gewoon finish in het peloton, dat is mijn doel. En als dat lukt ben ik tevreden. En hoe vind je het parcours hier? Het is een leuk parcours, wel zwaar. Maar thuis een strijd. Leuk. Genoten? Ja, zeker. En nu nog nagenieten dus? Ja, waarschijnlijk wel. Geniet daarvan. Ja, doen we. Dankjewel hè. Oké. Okay. Hier heb ik een foto. Waar is Nels dan? Oh ja, ik ben heel blij.
Dingen, hè? Je weet nooit hoe het uitpakt. Nee, toch?